We staan hier bij de nieuwe 900, bij de megagroep in Achterveld. Het is de allereerste 900 in Nederland. In dit geval hebben we het over een 942, dat wil zeggen 415 pk. Een hele nieuwe generatie trekkers. Qua design lijkt die op een 1050, de 1000-serie. Het is absoluut geen kleine 1000. Het is geheel nieuw opgebouwd, geheel nieuw concept. Kenmerkt zich door de MAN-motor. Na lang wachten is hij weer terug in de 900-serie. 9 liter. Nou, wat doet die MAN-motor? Een laag toerentaal concept. Dat merkt niet alleen de chauffeur in brandstofverbruik, maar ook in geluidsniveau in de cabine en hoe rustig de hele trekker werkt. Door dat lage toerentaal concept rijden we 40 km per uur met 950 motortoeren, 50 km per uur met 1200 motortoeren. En dat is echt iets wat je als chauffeur gaat merken in je portemonnee, in brandstofverbruik, maar ook in comfort en rust. Wat we verder zien hier, nieuwe bandenmaat. In dit geval een 5770R44 achterband kunnen we gaan werken en die is dus 2,20 meter hoog. Samen met het Vario grip systeem betekent dat dus nog meer trekkracht, nog meer grip, nog meer vermogen op de grond kunnen we brengen. Nou, dat vermogen wordt vanaf die MAN-motor overgebracht door een nieuw opgebouwd Vario-systeem. Een gesplitste aandrijving tussen de voor- en de achteras. Dat noemen wij torque distribution. Een intelligent aandrijfconcept dat rekening houdt met wat die trekker doet in de omstandigheden. Waar is de meeste grip nodig? Heb ik bijvoorbeeld links voor geen grip, dan zal die automatisch de aandrijfkracht naar de andere wielen van de trekker sturen. Gaan we een bocht door, dan door de gesplitste aandrijflijn kunnen wij automatisch, dat doet de trekker regelt helemaal zelf, de snelheid van de voorwielen verhoudingsgewijs gaan versnellen, zodat die minder, als op grasrijden bijvoorbeeld, minder zodenbeschadiging hebben. Keer op de kopakker, kleinere draaicirkel, dus de trekker als het ware makkelijker door de bocht. De MAN-motor hebben we dus net even gestart. Zoals je kan horen, je hoort hem nauwelijks lopen op de achtergrond. Zo rustig als hij loopt, ook stationair. 650 toeren stationair. Nou, de trekker staat nu aan. Wat verder opvalt is de LED, de LED dagrijverlichting. De trekker is dus voorzien van het LED-pakket. Niet alleen de dagrijverlichting, maar ook de werklampen. Nou, wat we verder hier aan de buitenkant kunnen zien is de nieuwe spiegels buiten. Die zijn vanuit binnen met de Vario Terminal elektrisch te verstellen. Niet alleen de hoeken, maar ook de telescopisch uitschuifbaar. We zijn klaar met werken. We hebben de trekker in de schuur gezet, bij wijze van spreken. We willen nog even snel de motor bekijken. Nou, voor het alles, voor het starten van de trekker, voor het sluiten van de cabine, voor het openen van de motorkap, hebben we nu een unieke sleutel. Die hebben we in twee varianten. We hebben er eentje met een groen logo, eentje met een zilver logo. Nou, zilver betekent sleutel voorzien van een chip. Dat is ook meteen je startonderbreker in dit geval. We kunnen dus met deze unieke sleutel alleen deze trekker starten. Niemand anders meer met een andere sleutel, wat dan ook, kan wegrijden met de trekker. Dus een unieke sleutel. Als ik de motorkap met die sleutel heb opengedaan, komen we bij de MAN-motor, 9 liter. Wat dus opvalt, is met Stage 5 hebben we toch een hele slanke motorkap kunnen houden. Dus vanuit die Vent Live Cap perfect zicht naar voren, naar de zijkanten, op de voorwielen. Dus ook mocht je een keer in een kleine benarde positie zitten, dan je kunt de voorwielen altijd perfect volgen dan, door de motorkap. MAN-motor, we hebben grote koelers erin zitten. We hebben natuurlijk 415 pk in deze 942. Er moet goed gekoeld worden, dus ook voor continu werk, voor bijvoorbeeld een versnipperaar of onder volle last. Die motor die blijft doen wat die moet doen en dat is keihard werken. De radio is nu geïntegreerd in de Vario Terminal. We hebben hier 4 knoppen op de zijkonsole zitten, waar we de telefoon mee op kunnen nemen, het geluid snel uit kunnen zetten en het volume kunnen verhogen en verlagen. We kunnen heel snel dus tijdens het werk andere radiozenders of je de muziek van je telefoon of iPod erop zetten. Hierboven in de cabine zien we dus geen
echte radio meer. Want er is een USB-poort voor alle audio en dingen die je ook maar in de trekker wil pluggen. Verder zie je door de hele cabine overal speakers en microfoons. Er zitten 8 microfoons in het dak. Hier ontbreekt dus een knop zoals we hem kenden van de vorige 900. Dus de groepenwissel tussen groep 1 en groep 2. Door de nieuwe Vario Drive concept komt die knop te vervallen. We hebben dus gewoon één groot bereik van 0 tot 65 km per uur. En door die gespitste aandrijflijn van de voor- en achteras is dus die groepenwissel overbodig geworden. Staan we nu aan de achterkant van de trekker. Nou, een paar highlights is hier natuurlijk het hydrauliek-systeem. Als optie bij deze trekker 2 hydrauliekpompen. Eentje van 200 liter per minuut, eentje van 220 liter per minuut. Waardoor we dus eigenlijk voor alle werkzaamheden de optimale liters hoeveelheid hebben. Dus een enorme capaciteit aan olie. Nou, afterkas, door het laag toerentalconcept van deze trekker hebben we een 1000-toerige afterkas al beschikbaar hier met maar 1300 motortoeren. Dus ook weer comfort voor de chauffeur, rust in de cabine en een laag brandstofverbruik. Verder hier uniek aan de achterkant van de trekker is de gasveren voor de ophanging van de zware hydraulische topstangen. En deze gewichtsklasse trekkers, topstangen, die zijn gewoon enorm zwaar. Om dat makkelijk te maken, het afkoppelen van werktuigen, zijn er 2 gasveren gemonteerd op de houder. Die klapt dus als je de topstang eruit pakt heel makkelijk naar boven weg, zodat we heel snel en makkelijk werktuigen aan kunnen koppelen. Ja, dit was even een kort rondje om de trekker, om de nieuwe 900. Heeft u interesse in deze trekker, in een demo of om al even te bekijken hier in Achterveld bij de Megagroep? Neem dan contact met de dealer. Er is alles mogelijk, demonstreren, alleen te bekijken. Ja, wees welkom en kom testen, kom bekijken.